Beste collega's, we waren geen van allen blij met de persconferentie van afgelopen maandag. Want na maanden en weken waar we toch net weer een stapje vooruit konden zetten, net weer iets meer mochten, moeten we nu weer stappen terugzetten. En helaas noodzaakt het virus ons daartoe. En dat betekent ook strakker ons houden aan het advies, werk zoveel mogelijk thuis. En het is niet altijd makkelijk. En het is ook jammer, want we zien elkaar minder. En we hebben allemaal behoefte aan dat contact. Ik ook met jullie en jullie ook onderling met je collega's. En ook thuiswerken is niet altijd makkelijk. Ik merkte het gisteren weer toen ik een hele dag thuis zat. Ik moet de werkster anders organiseren. Dan staat er opeens iemand voor de deur. En ik hoor mijn echtgenoot steeds praten in zijn vergadering. Dat vraagt veel van ons allemaal. Maar het is toch nu even hou vol. En ja, hou je aan die regels, werk thuis en we proberen het contact ook via de WebEx zo goed mogelijk te houden met jullie. Komende zaterdag zou ik een hele mooie opening hebben, gaat niet door. Ik had een paar werkbezoeken volgende week, want de dag van de leraar gaat niet door. Kortom, we zien het direct allemaal terug en dat is gewoon niet anders. Want we weten ook wel dat het belangrijk is dat we ook al met elkaar een bijdrage leveren aan het terugdringen van het virus. En daar hoort dit ook bij. Ik wilde zeggen gewoon bij, maar laten we het ook nooit gewoon vinden. Ik besef ook heel goed dat het lastig is als je thuis moet werken. Maar ik wil wel gezegd hebben, en dat is ook de ervaring van Ingrid, dat wij ook hartstikke trots op jullie zijn, de bijdrages die jullie leveren. Op afstand, maar er wordt nog steeds topkwaliteit geleverd. Prachtige brieven gaan er naar de Kamer, mooie wetsvoorstellen worden er afgerond. Als we een debat hebben, zijn de voorbereidingen ook gewoon goed en voor ons ook heel erg werkbaar. En dat is werk wat altijd al gebeurde, maar nu in hele moeilijke omstandigheden en daar hebben we ook ontzettend veel respect voor. En ik zou zeggen, ga daar ook mee door. En zo af en toe hebben we natuurlijk iemand nodig, dus dan kun je even vanuit huis met ons mee naar een debat. Dat zijn natuurlijk ook wel even momenten die gekoesterd mogen worden. Hou vol, we kunnen het met elkaar. Dat hebben we laten zien voor de zomer en dat gaan we nu weer laten zien. Tot heel snel ziens, of het nou achter de WebEx is of fysiek. Ik hoop jullie allemaal heel snel te zien. Hou vol.